Thomas van Oppen, hier ongeveer 3.38.50. We moeten er nog even op wachten. Ja. Opnieuw een stevige duik onder die 3.40. En een, ja, een bevestiging toch van die kronen van een Carso. Opnieuw een exploit. Vertel eens. Goh ja, ik denk een betere wedstrijd vooral. Snellere passages, betere omstandigheden en we zijn 2 weken verder. Vorm is toch alweer iets groter, dat specifiek percentje richting 1500 is er dan bijgekomen. En ja, ik denk, ik weet dat ik tegen Rick zeg in een auto, ik reed met hem naar hier. Ja, we gaan proberen voor 3.38 te lopen. Hè. Er moet niks meer, dat DK is binnen, we zijn die voorbereidingen zijn we aan begonnen. En nu is het gewoon een kwestie van snel te lopen. Hè. En dat is gelukt vandaag. De afgelopen jaren was je voornamelijk te vinden op iets langere, opnieuw richting die 1500 verklaren, die overstap. Dat is eigenlijk een beetje gekomen om naar de Rik over te gaan, nu iets meer dan een jaar geleden. Hij zegt, ja, we zullen gewoon onze opbouw doen. En ik werd eigenlijk bij toeval in de 1500 meter gezet, waarin dat ik de traagste tijd had. En in Funk zat daar en ja, daar liep ik in 1 keer 5 seconden een PR. En die 1500, ik doe het zo graag, het ligt mij zo goed. En ja, ik denk, dit is de ultieme combinatie van zowel fysiek als verzuren op het einde. En de dynamiek van het koersen op zich, ja, daar leef ik echt voor. En dan geeft het zo wat iets speelser in plaats van die 5 is iets meer beredeneerd. En ja, 21 jaar, ik denk, met wat we nu bezig zijn, is het focus op de 1500. En we kunnen later nog altijd naar de 5 opschuiven. De Belgische jeugd die doet het voortreffelijk op die 1500. Je hebt zojuist 3.36 gelopen. Ja. Maar Pieter Sisken en Louis van der Messen die kwalificeren zich ook voor Stalin in jouw reeks. Ja. Kan je dat succes verklaren van die Belgische 1500? Ik denk, dat werkt aanstekelijk, denk ik wel echt. Ja, het is fantastisch eigenlijk als je spreekt hier over 2 of 3 geboortejaren die dat, waar dat eigenlijk 3.39 pas de 4e prestatie wordt. En er zijn jaren waarin dat je daar met kop en schouders bovenuit steekt. En, maar ik denk dat we elkaar echt wel naar een hoger niveau gaan kunnen tillen op termijn. En ja, als we verder kijken, dan kijken we richting 2024. En er zal wel één iemand van onze spelen halen. Jochem zit er op deze moment het kortste bij. En ik denk dat het alleen maar een motivatie kan zijn om te blijven werken. En nu die resterende voor mij 3,5 seconden te gaan zoeken. En voor Jochem 1,5 seconden maar. Dus dat doet wel dromen echt. Hoe ga je de komende weken aanpakken in functie van dat EK voor belofte en talent? Ga je bepaalde wedstrijden lopen? Misschien is het een vanuitsprikkel opzoeken op 800 bijvoorbeeld? Ja, kijk, dat is een overweging dat we gaan maken, die 800. Eventueel op training, omdat ik doe dat niet zo graag. Maar ik weet dat dat nodig is om een hoger ritme te draaien. In principe moet een 1.50, dat moet lukken. Maar dat blijft een heel specifiek nummer in mijn ogen. Ik kom meer vanuit de bovenafstand, de 5000. Maar we kiezen er nu voor eigenlijk om een trainingsblok in te lassen en een 10-tal dagen richting Portugal te gaan. Het goede weer opzoeken, de goede omstandigheden. En dan ja, echt wel richting dat DK zorgen dat we in topvorm zijn. En een snelle 1500 op de nacht nog. Dus we gaan proberen om op 8 dagen tijd dan in het beste geval 3.1500 te lopen. De nacht, de reekse en hopelijk de finale. Dat is toch echt wel mijn ambitie. Spreekt over een finale als ambitie. Ja. Durf je na vandaag zeggen van ja, ik kan mogelijk in zo'n finale wel iets gaan doen met een eindschot vandaag toch? Ja en nee, dat is afhankelijk van het koersverloop. Ik heb heel veel moeite soms met positionering. Vandaag was het prima, maar op 250 lijkt het alsof ik eigenlijk uitgeteld ben voor de overwinning. Gebeurt dit op een EK, dan is het gedaan voor de medailles of een top 5 plaats. Nu, met het feit dat ik nog zoveel in mijn benen had, maak ik dat goed en duik ik eigenlijk op de meet naar de winst. Maar op een EK tegen mannen van 3.36, daar kun je het mee vergeten. Dus ik ga me daar niet te veel over uitspreken. En de finale halen wordt een eerste doel. Ik heb nog nooit een EK op de piste gelopen. Ik heb met Rick daar tonnen ervaring mee. Maar ja, we gaan gewoon ons best doen en hopelijk verbazen opnieuw. Hè. Dan kan ik alleen maar zeggen, proficiat opnieuw met die bevestiging van de MIT. Geniet toch maar van. Ja, dankjewel, absoluut.